Hoi! Als afsluiter van deze module gaan we een lied leren, namelijk de droomboom. En het leuke is, er zit een glissando in aan het einde van het refrein. Daarnaast is het een erg leuk lied om te zingen met de klas, dus zeker een lied wat je goed kunt gebruiken voor je muzieklessen. Ik zing hem eerst een keertje voor. In onze achtertuinen staat een hele hoge boom. Die is niet als de anderen zo heel gewoon. Want aan het hoogste takje, daar groeit een klein gebakje. Als ik dat zie, dan denk ik dat ik droom. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik langzaam in die boom. Ben ik boven, wat een pret. Kraak, boem, naast mijn bed. Nou, misschien ken je wel, want het is een erg bekend liedje. De glissando zat in de laatste regel van het lied, namelijk... Kraak, boem, naast mijn bed. Als je lied met de klas wilt doen, is het belangrijk dat je eerst zelf het lied goed kent. Maar hoe leer je jezelf eigenlijk een lied aan en hoe leer je de klas een lied aan? Nou, daar zitten een aantal overeenkomsten in. De eerste stap is heel goed luisteren. Luister meerdere keren naar de opname, zodat de melodie en het ritme vast in je hoofd komen. In de klas kun je het volgende doen. Jij zingt het lied meerdere keren voor en geeft luisteropdrachten aan de kinderen. In het geval van de droomboom kun je bijvoorbeeld vragen wat er in de boom groeit en waarom het een droomboom is, enzovoort. Bekijk vervolgens de tekst en als je die kunt vinden, de bladmuziek. De volgende stap is meezingen. Zing het lied zo vaak als nodig is mee met de opname, totdat je het goed kent. Bij de klas kun je werken met de weggeeftechniek. Dat is een goede methode om de klas een lied aan te leren. Zet de tekst op het digibord en geef bijvoorbeeld met kleuren aan welke zinnen de klas wanneer mee mag zingen. Zelf werk ik ook graag met handbewegingen. Dus ik geef bijvoorbeeld zo aan dat ik zing en zo aan dat de klas aan de beurt is. Zo leren ze het lied stap voor stap. De derde stap is zelf zingen. Het is belangrijk dat je het lied ook kunt zingen zonder de opname. Oefen het lied dus ook a cappella, oftewel zonder muziek. Als je jezelf kunt begeleiden op een instrument, is dat natuurlijk ook een mogelijkheid. Het werkt het beste als je een lied uit het hoofd kunt zingen voor de klas. De vierde stap is dus uit het hoofd leren. Oefen het lied dan ook regelmatig zonder tekst totdat je het kent. Een leuke oefening voor in de klas is om op het bord één voor één de zinnen weg te halen, zodat de leerlingen het lied stap voor stap uit het hoofd leren. We gaan een stukje proberen van de weggeeftechniek bij het refrein van de droomboom. Ik zing hem eerst nog een keertje voor. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik langzaam in die boom. Ben ik boven, wat een pret, kraakboem naast mijn bed. Zing nu de roze zin met mij mee. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik langzaam in die boom. Ben ik boven, wat een pret, kraakboem naast mijn bed. We doen de groene zin er ook bij. En aangezien dat de eerste zin is, tel ik eerst vier tellen vooraf. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik langzaam in die boom. Ben ik boven, wat een pret, kraakboem naast mijn bed. De oranje zin komt erbij. 1, 2, 3, 4. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik langzaam in die boom. Ben ik boven, wat een pret, kraakboem naast mijn bed. En één keer het hele liedje samen. 1, 2, 3, 4. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik langzaam in die boom. Ben ik boven, wat een pret, kraakboem naast mijn bed. Ik zing het lied nog een keer voor met de piano. En daarna een keertje zonder zang, zodat je zelf kunt oefenen met de pianobegeleiding. In onze achtertuinen staat een hele hoge boom. Die is niet als de andere zo heel gewoon. Want aan het hoogste takje, daar groeit een klein gebakje. Als ik dat zie, dan denk ik dat ik droom. Heel voorzichtig in mijn droom, klim ik.
keertje zonder zang. 1, 2, 3. Er zijn nog twee andere coupletten van het lied, die kun je op internet vinden. Heel veel plezier ermee en tot de volgende keer!